Yo mensen van de Skingo Games, welkom terug bij een nieuwe aflevering van GT3. Ik zie dat we aangevallen worden door de politie. Maar goed. We gaan verder. Drive Misty for me. How you doing, kid? Ja goed. Don's son, Joey Leon. He wants some action from his regular girl Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage and threaten and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ja, kijk maar even een keer om. Maar ik heb nog steeds zelf geen naam verzonnen. Get a vehicle! Oké. Bedankt voor uw vehicle. Parkeren. Oh, ik wacht mee. Hè. Zo. Wat nu? Oh, die gebruik ik dus geen haal voor de sounden. Wacht, is dat wel een woord? Te sounden? Wat? Oeh, ik zit nog platte rijden. Take Misty to Joey. Daar staat nog steeds maar een achtergrond. Red Light District. Jongen, jullie liggen daar. Oh, 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 jongens, niet schieten. Oh, het is de Mafia vs. Triads. Oh, dat mag het. Triads heeft toch niet zo'n hier. Oh, sorry. Hey, I'm over. Zo. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. Ja, right? Is goed. Maar nu zijn de missies nog kort. Straks worden ze lang. Hey, geef me eens even een auto. Bedankt. Of zullen we weer gelijk een missie doen met Joey? Ik weet niet of het kan. Ja, zie je, ik kom back between 5 uur en 21 uur voor een job. Dan is de vraag, kan ik zo snel mogelijk met Joey rijden? Joey naar de Luigi rijden, wat mag ik misschien doen? Wordt de aflevering dan weer te lang? Ik had de afgelopen keer het idee dat het te lang was. Maar meestal doe ik één missie per aflevering, maar wat ik dus in het begin wel ga doen, maar ik denk later niet. Oh! Auto springen, jongens. Dat ga ik dus later waarschijnlijk niet doen, want als er dan zeg maar een missie in Portland Island is en ik woon al op Staunton en dan moet ik helemaal weer vanaf Staunton daar naartoe rijden en bla bla bla. En hetzelfde andersom, dus pump action pimp. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Yeah? Go and take care of things for me. Goed. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. The back of the ammunition, opposite the subway. Yeah, right, jongens. The back of the ammunition, oh, dat kunnen we wel lopen, jongens. Zo ver is dat niet. Ja, hier zo. I'm gonna get you. Ja, dat is nog steeds grappig zin in te vinden. Auto. Auto. Oh nee. Ja, rijdt wel auto's, maar. Pak eens een auto straks. Back of the ammunition. Ik wil dus zeggen dat er hier iets ligt. Hé? Aha! Baby, I feel so good.
He ain't no gentleman. Even kijken of hij doet hoor. Ja, geef me die fan maar. Kan me niet schelen. Als maar iets is wat je wil eruit. Glad. Kijk nou hier, hij komt hierheen, hè? Hij komt hierheen, hè? Gaat hij rechts, hè? Hij gaat links, sneaky bastard. Klem te rijden. Oh! Gaan ze uitstappen? Oh, jongens. Het zijn wel hele gevaarlijke wapens. Oh, jongens. Hoe die dood. En we hebben een shotgun. Volgens mij toch? Ja, 5 kogels. De pistol is now in stock at the ammunition. Fijn om te weten. Hij heeft 20 kogels maar. Domme jongen. Verdammt nog maar jongen. Helemaal niet meer aan de auto bieden. Ja, die niet. Bedankt voor de politie. Ja, helemaal niet meer die auto. Dank je. Aussteigen bitte. Zo, dan gaan we weer eventjes opslaan. Echt hoor, een autosave ding met halsen doen of echt nog niet. Dat zag gewoon zo stom uit. Zo, we hebben ook meteen even een auto. Hier. Afslaan, bieten. Oh nee, spreigeren is dat, hè? Ja. Goed. Wat is dit? Hoogzoek is doorway to save. Blablabla. You cannot save during a mission. Nee, dat wisten we nog niet, jongen. Ik speel al 100 dagen GTA. 100 dagen. Ik speel al 100 keer GTA. En nog vragen ze of ik dat weet. In ieder geval, ik zie jullie later weer terug. Over en uit.